ga vandaag één dag ons huis in tweeën delen. Ik heb een gamekamer. Dat ik geen bed heb. En geen douche. Je de pizza kunnen aangeven. Oh, je hebt allemaal pestkaarten. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zit je lekker daar? Ga jij ook nog slapen? Nee! Hallo allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je natuurlijk vertellen, dit wordt niet zomaar een video. Maar een hele speciale video, want tadaa, daar ben ik. Nou, het ging eigenlijk om de challenge, maar goed. Wij gaan vandaag iets heel leuks doen, want we gaan vandaag één dag ons huis in tweeën delen. Het wordt een hele gezellige dag. Ja, heerlijk, lekker rustig denk ik. Heb je hier nou heel erg veel zin in, doe dan eventjes een duimpje omhoog, want ik spreek met jullie af dat we beide... En nu kun je niks meer zeggen. Auw! Baard! Auw! Dit is super dom wat je doet. Wat is de like goal voor deze video? 26.000 duimpjes. Bij de 26.000 duimpjes ga ik één dag van huis ruilen met een kind, jongens. Dus willen jullie dat ik dat ga doen? Dat dan bij mij in huis. Ja, dat komt bij jou in huis. Dus willen jullie dat, doe dan eventjes een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mij, doe dat dan hier beneden even. En druk gelijk eventjes op het belletje, want nog steeds meer dan de helft van de mensen die naar mij kijkt is niet geabonneerd. Erg teleurstellend. Heel jammer. En uiteraard hebben we ook deze video weer een super creatieve vraag voor jullie. We wisten helaas deze week niks leuks te bedenken. Dus let goed op en help ons uit de brand. Hoe laat is het nu? Kijk eventjes op je telefoon. Laat het weten. Reageer jij binnen 24 uur sinds de video online is, dan ga ik overal een hartje achterlaten. Laten we eindelijk het huis door het midden gaan delen. Oh! Wij gaan dus vandaag ons huis door tweeën delen. We hebben dus de voorkant van het huis en we hebben de achterkant van het huis. Dat kan dus zomaar betekenen dat de ene keuken heeft en de andere niet en de andere wc heeft en de andere weer niet. Het wordt dus een hele ingewikkelde dag. Alleen het trappenhuis, dat is neutraal gebied. Want anders kun je niet naar boven naar beneden. Ja, laten we gewoon snel tape gaan aanbrengen. Ja, oké, dus dit is dus de achterkant van het huis en dit is dus de voorkant van het huis. Dus ik denk als hier een tapeje zit en hier een tape, dan blijft dit gebied in het midden bij het trappenhuis dus vrij. De benedenverdieping is klaar. Dan gaan we nu naar de eerste verdieping. Hebben wij eigenlijk ook gecheckt of dit nog wel van de tegels afgaat? Het is maar een nieuw huis. Op naar de bovenste verdieping. Het huis is helemaal door tweeën gedeeld. Dan is het nu tijd om te bepalen wie aan welke kant van het huis gaat overleven. Daarvoor hebben we dit vergiet maar even erbij gepakt met twee loodjes erin. Ja, en laten we dan onze beurt een loodje gaan pakken. Maar, degene die als eerste de regels overtreedt, die moet een jaar lang het huis schoonmaken. Oh, of 24 uur lang volhouden. Of 24 uur lang volhouden. Oké. Ik pak deze. Er blijft er maar één over. Jij bent neutraal, hè, Paco. Jij mag overal komen. 3, 2, 1. Nee! Oh, de voorkant! Ik vind het echt niet leuk. Weg uit mijn gebied. We staan in mijn gebied. Nee. Oh, ik wilde zo graag de voorkant van het huis. Wij zijn hier. Dit is de leuke kant, hè, Paco. Dit is de leuke kant. Oké, ik heb dus de achterkant van het huis. En het is ochtend en we hebben nog niet ontbeten. Dus ik moet op zoek gaan naar een ontbijtje. En aangezien Rutger de keuken heeft, wordt het voor mij een beetje ingewikkeld. Maar aan de achterkant van het huis zit onze woonkamer. Maar ook ons kantoor. En laat hier nou eens eventjes een hele leuke kast zijn. Dit, dames en heren, is de belangrijkste kast van ons huis, namelijk de snoepkast. Ik ben nu heel enthousiast, maar ik besef me ook dat ik hier de komende 24 uur mee moet gaan doen. Paco, kom maar naar mijn kant. Ja, dat is veel leuker, hè? Want aan deze kant heb ik echt alles. Ik hoopte zo erg dat ik de voorkant zou krijgen. Ik heb hier namelijk de keuken, de koelkast, de kookplaat. Ik ben een heel erg gelukkig mens. Dus nou, laten we eens kijken. We hebben zulke lekkere dingen natuurlijk in huis. Ik kan zelfs koffie zetten. Oh my god, dit wordt geweldig. Hey, hebben we de leuke kant, hè? Ja. Ik heb een heerlijk gezond ontbijtje. Nou, fijn voor jou. Ik heb ook een heerlijk gezond ontbijtje. Namelijk dit. En oh ja, ik heb ook geen eettafel. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ja, en als er eten is, kom je toch wel even naar deze kant, hè? Niet voor mij, het gaat om het eten nu. Ik heb een heerlijk ontbijtje op en dan is het nu tijd om even te gaan verkennen wat er allemaal in mijn gebied is. Ik heb ook wel een beetje dorst gekregen, dus ik dacht laten we gezellig wat drinken pakken en lekker de tuin ingaan. Waar Rutger niet kan komen. Het begint te regenen, dat ook nog. Maar gelukkig. Hebben we een overkapping. Maar zo te zien is mijn plant minder blij, die moet water hebben. Oh, heerlijk om hier even te zijn. En vooral dat Rutger hier niet kan komen.
Het regent enorm hard buiten. Dus ik ga maar even op zoek naar iets om te doen in huis. Ik ga de eerste lijn over. Dat mag, maar ik mag natuurlijk niet voorbij Thomas' lijn. En laten we dan even kijken wat de opties precies zijn. Dat is Thomas' kant en dit is mijn kant. Ik heb dus de wc. Heel leuk. Ik heb ook de wasmachines. Maar dit is het allerleukst. Ik heb namelijk de gamekamer. Ik heb ontelbaar veel games om uit te kiezen. We hebben de Switch, we hebben de PlayStation, we hebben de Xbox. Ik denk dat ik me wel ga vermaken hier. Ondertussen heb ik heerlijk gechilled in de tuin en ik wil eigenlijk even boven gaan kijken wat Rutger aan het doen is. Oh, je bent aan het gamen zeker? Ja, het is heel spannend. We gaan even kijken op de volgende verdieping. Hoppakee. En hier hebben we het bad en de douche waar ik niet bij kan. De kledingkast, maar niet de ruimte waar ik eigenlijk naar op zoek ben. Ik moet plassen en ik weet dus niet waar ik dat nu moet gaan doen. In bad zou kunnen. Niet echt smakelijk. Oh jongens, hoe moet ik dit nou op gaan lossen? Ik moet echt best wel heel erg nodig. Rut, ik moet plassen. Zo zeiken. De wc zit aan jouw kant van het huis. Weet jij een oplossing? Nou, ja, beneden. Nee, dus zit hij ook aan mijn kant. Boven zit hij aan mijn kant. De tuin? Ik kan echt niet in onze tuin gaan plassen. Ja, dan pak je een emmer, ga je even de schuur in, hè? Ik denk inderdaad dat de enige oplossing is de schuur. Oh, jongens. Emmer, emmer. Ik zoek een emmer. Emmer. Ik hoop niet dat hij lek is, want dat zou heel ongemakkelijk zijn. Dit is zo raar! Kijken jullie mij even de andere kant op. Ik heb het echt gedaan! Nu moet ik het alleen nog ergens zien te legen, anders kan het hier een beetje gaan stinken natuurlijk. Oh, wat erg dit. Ik dacht trouwens toen ik dit ging uitvoeren dat ik een briljant nieuw video idee had bedacht. Maar toen ik het op YouTube ging checken, zag ik dat iemand anders een soortgelijk video idee heeft uitgevoerd. En dat is DutchTuber. Dus mocht je meer van dit soort challenges willen zien, ga dat dan eventjes checken. Dat was super spannend. Maar het is inmiddels ook alweer tijd om te gaan lunchen. Ik loop eventjes naar mijn prachtige kant van het huis. En ik heb alle keuze om een lekkere lunch te gaan maken hier. Ik heb allemaal lekkere dingen in de koelkast gevonden. Waarmee ik heerlijk gezonde wraps kan eten. Volgens mij is dat een stuk beter dan wat Thomas nu moet gaan lunchen. Ja, dat had hij maar het andere loodje moeten pakken. Fijn hè, een wc. Heerlijk zo aan mijn kant van het huis. En fijn hè, dat jij gewoon normaal hebt kunnen lunchen. Heerlijk, ik heb een gezond gevoel. Ik heb ook best wel trek gekregen, maar ik kan niet de hele dag snoep gaan eten. Dus ik heb besloten, wij mogen dus geen gebruik maken van de voordeur. Nee. Dus ik ga via de achtertuin op de fiets naar de supermarkt om een lunch te gaan halen. Ga je fietsen? Dat is echt de eerste keer ongeveer sinds we hier wonen. Ik ga fietsen, dan mag jij Paco gaan uitlaten. Ja, dat was ik al van plan. Oh, maar wacht, je kunt niet door de voordeur naar buiten. Hoe ga je dat doen? Ik ga via het raam. Wij zijn er helemaal klaar voor. Kom maar. Bedankt. Paco, we gaan via het raam. Ja. Ik besef me opeens, wat doe ik moeilijk? Ik heb gewoon een scooter. Waarom zou ik met een fiets gaan als ik gewoon een scooter heb? Hij start niet. Yes. En de deur gaat weer dicht. Dat was leuk, hè, Paco? Bijna 40 minuten gewandeld. Ik dacht misschien is het handig om iets kant-en-klaars mee te nemen, want ik heb geen magnetron of oven of kookplaat. En toen had ik de brommer weer veilig in mijn toiletruimte geparkeerd. Dan is het nu eindelijk tijd om te gaan lunchen. Ik zou zeggen, eet smakelijk, Thomas. Ik had opeens een heel erg leuk idee, want er zit dan wel een lijn tussen ons, maar we kunnen natuurlijk wel samen een spel spelen op de lijn. Dat is een leuk idee. De scheidsrechter ligt in het midden. Oh, je hebt allemaal pestkaarten. Plus 4. Nou... Nee. Woehoe! Nee. Ik heb gewonnen. Kijk hoeveel kaarten ik nog had. Ik ga weer lekker een filmpje kijken, want ja, ik heb de tv tot mijn beschikking, hè. En ondertussen is het 1 film en 1,5 uur later. Het is ook bijna tijd voor het avondeten. En ik dacht, ik ga niet weer aan de snoepkast beginnen. Ik ga gewoon gezellig wat bestellen. Ja, dat ga ik doen. En ik heb gekozen voor een pizza. Bestel. Waarschijnlijk hoor je het al op de achtergrond. Het geluid van aangebrand eten. Althans, zover is het nog niet. Maar ik ben in ieder geval bezig met koken. Heb je ook honger, Thomas? Dat dacht ik al. Oh nee, de bezorger staat voor de deur. Maar de regel is dat we de voordeur niet mogen gebruiken. Dus hoe gaan we dit oplossen? Zou je misschien door het raam naast je de pizza kunnen aangeven? Je bedoelt dit raam? Ja.
Dan moet ik hem dus voor jou open gaan doen. Zal ik dat doen? Nou, dan heb ik een pizza. Pak in ieder geval even de pizza aan. Yes, dankjewel. Oh. Oh, lekker. Weet je wat? Leg hem wel hier neer. Nee. Zo. Nee, dit is niet eerlijk. Ik wil ook avondeten. Pa, je kan er toch gewoon bij? Zielig. Geef me avondeten. Op hoge uitzondering dan. Een soort, smakelijk. Een soort vrede. Eet smakelijk. Oh, ik zou zeggen smakelijk, Thomas. En ik heb dus een hele gezonde maaltijd. Ik verwacht zo meteen bezoek, want Sarah komt hier naartoe en we gaan samen een film kijken. Het is vrij gênant, alleen als ik Sarah ga vertellen dat ik buiten de schuur mijn behoefte doe al heel de dag. Dus ik dacht, ik ga nu voor de zekerheid nog gauw eventjes. Dan is dat straks geen onderwerp. Snel even plassen. Heel schattig. Paco staat vanaf buiten dus heel te kijken. Nu is het echt een wit spookje. Zo lief. Sarah komt zo om een film te kijken. Wil je misschien een joggingbroek hebben of zo? Oh ja. Wat jammer voor je. Die ligt in de kledingkast en dat is aan mijn kant. Sorry. Mijn chill outfit is compleet, want ik heb goud aan. Dan zit het altijd wel goed. Oh. Welkom in ons huis. Hi, dank je. Mag kiezen naar welke kant je gaat. Kies je voor mij of kies je voor Rutger? Nou, Rutger zit op de wc, dat zit aan deze kant. Heel awkward, ben ik op de wc. Nummer 1 of nummer 2? Of je blijft onzijdig en dat kan ook, net als Paco. Oh, dat doe ik. Nou, we hebben onze snacks er even bij gepakt. Oh, er is nog maar 1 Oreo. Ja, niet voor mij. Zit je lekker daar? Ik zit met mijn frambozen helemaal klaar. Ik vind het wel lief hoe Paco naast je zit. Nou, gezellig hoor, visite. Ik zit dus bij de grens op een stoel, want op deze manier kan ik toch nog een beetje meekijken. Hoi! Hoi! Ja, ik kan de tv zien vanaf hier. We gaan leuk Drag Race kijken. Nou, leuk! Hey Bert, goed te zien met kijken. Dankjewel! Helemaal niet gezellig dit. Dit is eigenlijk de eerste keer vandaag dat ik baal dat ik deze kant van het huis heb. En toen was Sarah naar huis en is het ook weer een paar uurtjes later. Ik ben best wel moe geworden en ik zou heel graag naar bed toe willen. Ik ga naar bed, ik weet niet wat jij doet. Ja, ik ga ook naar bed. Ik weet alleen dat ik boven voor een grote teleurstelling ga komen te staan. Ik besef mij namelijk nu pas dat ik geen wastafel heb. Dus ook mijn tanden niet kan poetsen. Oh. Dat ik geen bed heb om in te slapen. En geen douche. Maar wel in bad. En jij hebt geen douche. Oh nee. Ik kan niet in de douche. Ik ga jou lekker jaloers maken, want ik ga in bad. Oh. Ondertussen zit ik heerlijk in bad. Terwijl Rutger daar in bed ligt. Oh ja, oh ja. Niks kan op tegen een heerlijk warm bad. Ik ben net uit bad en langzaamaan besef ik dat ik vanavond dus echt, maar dan ook echt niet in mijn eigen bedje mag slapen. Welterusten, lieverd. Welterusten. Niet eens even de moeite om het hoekje te kijken. Op de middelste verdieping is ook niet echt een slaapplek. Dan zit er eigenlijk maar één ding op en dat is slapen op de bank. En dat is eigenlijk niet zo'n straf, want deze bank ligt echt heerlijk. Het is eigenlijk een regel hier thuis dat Paco niet op de bank mag, dus niks tegen Rutger zeggen, Paco. Je moet wel even een beetje opschuiven, nu kan ik niet meer liggen. Ze duwt me eraf! Daar kun je ook liggen. Oké, ga je achter mij. Welterusten. Ga jij ook nog slapen of blijf je me zo aankijken? Zo kan ik toch niet slapen, gekkerd. Een hele goede morgen. Ik heb helemaal niet slecht geslapen op deze bank. Het lag echt heerlijk. Ik was Paco aan het zoeken, maar die is ondertussen weg. En ik hoorde hier nog iemand. Goedemorgen. Waarschijnlijk heb jij heerlijk geslapen in ons bed. Ja, het was een heerlijke goede nacht. Hey, maar het is ochtend en we zijn gisterochtend begonnen deze video. Dus dat betekent dat de 24 uur voorbij is. Ben je echt niet één keertje over die streep gegaan? Nee, echt niet. Nou ja, dat betekent dus dat wij samen het huis het komend jaar gaan schoonmaken. Yay, dat dacht ik al. Zullen we anders nu gaan ruilen van gebied? Ja. Wow, ja. En toen stond ik weer aan de andere kant en Rutger aan die kant. Heerlijk met deze slaaphoofden. Ja. Ik vond het wel heel leuk om deze challenge op te nemen en dit experiment aan te gaan. Ik vond het ook leuk dat jij mee wilde doen. Ik vond het ook heel erg leuk. Als jullie het leuk vonden, doe dan eventjes een duimpje omhoog. Jullie weten wat er gebeurt als we een like al halen. Dan komt er hier een kind in huis en ga ik een dag in een kinderslaapkamer. Help. Abonneer eventjes op Rutger als je dat nog niet hebt gedaan. Dan komt hier iets in beeld en er staat natuurlijk een linkje in de beschrijving. En abonneer ook eventjes op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En druk natuurlijk op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. En die komt volgende week dinsdag om 7 uur in de avond weer online. Dus ik zou zeggen,
Let goed op. Dan wil ik je nogmaals bedanken voor het kijken. Zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Au, doei! Doei!